tijdens de activiteiten van de Stichting Surinaams Museum in het Fort Zeelandia in het kader van de herdenking van 161 jaar afschaffing van de slavernij gisteren is er aandacht besteed aan diverse aspecten van de Afro-Surinaamse cultuur. Zo was er een bijzondere workshop over het Afaka-schrift. Trainer Damela Pansa vertelt dat Afaka een van de verworvenheden is van de Maron. Het Afaka-schrift is ontwikkeld door een Maron uit het dorp Benanu. Hebben zo'n beetje gesproken over de maker, de heer Afaka Atumisi. Hij is in het jaar 1910 geboren in het Tapanawoni gebied. En heeft het Afaka-schrift ontworpen. Het Afaka-schrift bestaat uit 56 symbolen in het Afrikaans. Dus vandaag ben ik hier om de mensen een beetje te leren over het Afaka. Isabi na wangansa masani fusi fi Afaka na ukanisi na maron en anafu wiwang. Afaka anagi ukanisi wawa. Het is ook voor de totale samenleving. Het is ook, het wordt ook geleerd in het buitenland. Men is nu bezig het Afaka overal op de scholen. Noem maar op, te geven. Het Afaka-schrift kan vergeleken worden met het alfabet. Middels het Afaka-schrift konden de Okaners onderling communiceren. Pansa vertelt dat de ontwikkelaar van het Afaka-schrift vroeg kwam te overlijden, waardoor hij het niet verder kon verspreiden. Een bekende kunstenaar die zich bezighoudt met dit geschrift is de heer Marcel Pinas van Marowijne. Als je hem de vraag stelt waarom hij het Afaka gebruikt, geeft hij ook als antwoord dat hij zo het nalatenschap van zijn voorouders behoudt. Ik ben al ongeveer 6 maanden bezig. Ik heb het voor het eerst gehoord bij de kunstenaar Marcel Pinas. Ik raakte dan gelijk geïnspireerd en dan ben ik verder op eigen onderzoek gegaan. En ja, het is voor iedereen. Als u zelf ziet, de mensen komen, je hebt mensen van het buitenland, lokale bedrijven die ook er naar vragen, organisaties, om het ook aan hun groep mensen binnen hun groepen te leren. Pansa liet ook weten dat de directie van de Stichting Surinaams Museum de Afaka-workshop als een permanente attractie wil plaatsen in het Fort Zeelandia, zodat meer mensen over deze verworvenheid van de Afro-Surinamers kunnen leren.